Ja, die is nog van mijn mama geweest. Het kan ook aan, uiteraard kan het aan. Ik heb hier een knippertje, die doe ik eerst aan. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. Ja, 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 het is alweer reeds zaterdag. Moet je goed doen. Het is alweer reeds zaterdag 14 november. En we leven om 13:55. Ja, ik heb plan weer laat in. En ik heb nog niks gedaan. Want ik had vanochtend nog een hoofdpijn van hier tot yesterday. Rugpijn. Ik nog, maar ik ga straks wel weer door. Maar ik wens jullie ook een welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. En mijn rollator staat alweer klaar met mijn jas en mijn sjaal om de honden uit te laten. Kandalf die zit alweer te eten in de gang. Mijn liefhebbende schoonzus, Gerry Makelaar, is vandaag jarig. Zij wil nooit op de vlog. En het ook niet, maakt niet uit, niet iedereen is ervan gediend. Maar ik wilde wel feliciteren langs deze weg. Ja, en ik zal er straks ook even bellen. En ik moet Corrie bellen, ik ben bang dat die haar mondkapjes vergeet. Dus ja, wanneer ze die komt halen. Die hangen hier met de hanger, de mondkapjes, van die doorzichtige in een gele tas. Wel niet in een tas waar het vandaan komt, maar ja, gewoon in een tas. Jij verdient het. Nou ja, oké. Staat meer op, maar dat kan ik niet lezen. Het is gekreukeld. Maar in ieder geval, leuk hè. Die is nog van mijn mama geweest. Ruikt ze eigenlijk helemaal rond. Nou, ik vind het leuk. Ja, echt leuk. Maar Rijke die... Oh, ik wil net zeggen, Rijke stond met de voorpootjes bij mij en de ander ligt bij mijn rollator. Van vrouwtje, schiet nou op. Ja, met schieten op. Komt allemaal goed, lieve vrienden. Geniet van jullie dag. En ja, ik ben dus druk met de kerstspullen. Ik heb ook weer een krat mee naar beneden genomen met die roze deksel erop. Die is eigenlijk al gedaan, die onderste, die is leeg. Althans, de dozen zijn leeg. Hier zitten slingers in. Daar zitten slingers in. Hier zitten slingers in. En, nou ja, daar zit ook van alles en nog wat in. Ja, dus dan moet ik ook mee aan de gang. Ik moet plekjes zoeken, et cetera. Van waar moet ik het nou weer neerzetten? Ja, ik weet het allemaal even niet, want dat raam kan bijna niet gebruikt worden om spullen daar neer te zetten, nee. Maar ja, de vitrage moet hier nog weg, ik moet hier dus ook nog van alles doen. En ik weet niet of je dat weer los kan halen ook, hè. Ja, hier ook, kijk, kun je zo eraf trekken, nou dan doen we dat toch. Ja, voor de kerst, spuiten we toch na die tijd de weer op, ja waarom niet, kan toch. Denk wel, hè? Ja, we halen gewoon lekker gezellig eraf voor de feestdagen. Toch, dan kan ik hier ook wat neerzetten. Vind ik van wel. Ja, dat gaan we gewoon gezellig doen. Oké, dan moet je raam gewoon weer naar het spuiten weer opplakken. Hé, dames? Oh ja. Oh, godje tikkie toosie. Jij hoort Kandalf. Ja, en ook met Kandalf en Elwing gaat het perfect. Ja, helaas kan ik dat niet altijd filmen. Want ja, dat is boven, hè. Rijka ligt altijd op bed. Onder mijn dekbed. Aan het voetend, aan de kant waar mijn man lag. Elwing, die duikt bovenop. Gewoon bovenop alles. En als het te warm wordt, duikt het eronder. Want ze kruipt helemaal ook onder mijn bed, als ze dat wil. En Kandalf, ja, die is dan weer hier, dan weer daar. Maar hij kwam vanochtend er ook gezellig er even bij.
En dat gaat allemaal perfect. Ja, hier beneden ook gaat perfect, maar ik wil niet hebben dat de honden de katten eten steeds opeten. Want dan heeft Kandals niks, want die laat het gewoon verstelen. Nou, dat moet je niet, wil je niet hebben? Nee. Dus, maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles. En tot straks maar weer. Ik zou zeggen, tot dan. Doei! Een hele goede zondagmiddag, lieve vrienden. Ja, en nog ook een hele goede. Ja, ik mag hopen dat alles goed gaat. Ja, hier ging het niet goed. Nee, want ik had weer een keer vreselijke hoofdpijn. Daarom ben ik weer lekker laat uit mijn kooi. Wel was ik vanochtend vroeg al wakker, terwijl het nog donker was, want ik heb foto's leggen te nemen op mijn bed. En die heb ik weer doorgestuurd. Dat heeft Karin weer gedeeld via Messenger bij een groep. Dus ja. We leven vandaag dus op zondag, zoals ik al zei. En we leven op 15 november om 14:11. Ja. Ook wil ik even goed, omdat ik niet helemaal happy ben en niet in orde ben, wil ik toch wel weer met mijn huisje zo op verder. Want ik zit in de troep. Ja. Daar, boksen. Hier, troep. Daar troep, maar dat is het laatste wat ik doe. En daar zit zij in de kerstsfeer, onze Rijka. He, in de kerstsfeer. Klein dondersteentje. He? Ja, en ook dat moet Karin nog laten zien, want er komt nog een puntje aan. Daar. Ja. Ja, enkel dat blijft hangen, die zwarte pieten. Ja, want dat gaat pas weg wanneer het na 5 december. Ja, dan haal ik dat pas weg. Nou, en dan draai ik me weer om en daar legt mevrouw Elwing. Dag Elwing. Gaat het goed bij je vrouwtje? Ja, he. Gaat het goed, hè? Ja, je bent goed mee. En een troep op de grond, maar dat heb je als je daarmee bezig bent. Jij, ja kind, je bent lief hè. Je bent zo lief hè. Ja. Nou ja, en dan zullen we het hier. Nou, mijn krans hangt er al. Die slingers die ik langs de muren had, dat heb ik dus nog steeds niet gedaan. Normaal doe ik dat als eerste. Maar ik denk wel dat ik het langs die verlichting doe en hier op idem dito. Die tak moet verder ook nog versierd worden. Die tak moet ook nog versierd worden. Maar het raam is tot zover klaar. Er moeten ook nog ballen in, het is in de keuken. Mijn stal is al klaar. Enkel dat wil ik er niet bij laten staan. Nee, dat gebeurt niet. Maar dat moet ik nog een plekje geven. De televisie is klaar. Daar staat het allemaal al op. De kast is klaar met de krans erboven. Mijn salontafel die is tot zover klaar. Daar staat enkel nog een beetje te veel op, maar er moet ook weer wat naar de eettafel toe. Zoals die komt op de eettafel en die ook. Maar ja, je kan niet alles tegelijk. Dus ik ga vandaag sowieso met het raam verder, daar ballen in hangen, die kersttak versieren, En ik denk dat ik dan die verlichting even versier met een slingertje. En ja, ik weet het eventjes niet wat ik allemaal nog tegenkom. Nee, dat weet ik nog niet. Oh ja, Kandel die zat daar. Is ook zo. Mag ik er even door, Elwing? Elwing, doe even, meisje. Ze blijft ook leggen, hè, die zoutzak. Hup, want er wil er eentje binnenkomen. Zo, en dat is meneer Kandel. Ja, hè. Kijk, ook dat gaat allemaal goed. Ja. Hé? Mijn hele roedel gaat goed hier. Toppie, ik ben er blij mee. Ik ben er trots op. Ja, echt wel. Ik ben er trots op. Ja. Oh ja, en dan heb ik hier nog mijn ouderwetse draaislinger. Die heb ik ooit nog van mijn ouders gekregen. Want mijn moeder, tenminste mijn ouders, die hadden er ook één. Enkel dat was tweekleurig. Die was zwart, wit met zilver. Die moet je opdraaien. Hang hem eerst ergens aan op. Aan een haakje.
of zoiets. Dan moet je hem opdraaien en dan aan een ander punt ophangen. Dat is deze ook, enkel deze is helemaal zilver. En ik hang hem altijd boven de spiegel die bij boven mijn bureau hangt. Zo naar de lamp toe, maar dan mis ik een stuk en dan heb ik er een normale slinger erbij aangedaan. Ja. Maar daar was ik altijd gek van als klein kind zijn. En dan zat ik te blazen zo. En dan begon hij heen en weer te draaien. Dat was wel een mooi gezicht. En als je dan nog klein bent, ja. Dus toen kreeg ik er eentje cadeau van mijn ouders. Want hier in Nederland waren ze nergens meer op dat moment te koop. En hun gingen overwinteren in Spanje, in Benidorm en in Marokko en Portugal, weet ik veel. En toen vond mijn moeder er weer eentje in, want ze vierde daar de winter door, dus ook de kerst. En vond ze er daar een, heeft ze er eentje voor mij weer gekocht. Nou, hartstikke fijn. En ik heb hem dus nog, ik ben er blij mee. Ja, ik ben er zuinig op. Ja. Maar oké, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Uiteraard, ik heb gisteren vergeten af te sluiten. Veel te druk, veel dingen om mij heen. En ik moest ook weer een vlog in elkaar zetten. Ook dat zal vandaag weer moeten. Ik moet ook nog weer filmpjes in mappen doen. Anders kan ik geen vloggen weer in elkaar zetten. Dus ja, ik heb het druk. Je weet het, druk. Maar oké, maakt niet uit, als de kelder pret niet boeien. De kevel zegt, ja, moet je eerder uit je bed zien te komen. Ja, nou, heb zo'n lijf maar als ik. Ja, dan valt het niet te doen hoor. Maar oké, ik ga nou zelf even naar de wc. Dan neem ik gelijk de rollator mee, want de rollator die staat tegenwoordig in de gang. Ja, ook dat. Die staat daar vastgebonden met een halve spin. Valt die ook niet op? Nou, en dan ga ik eerst naar de wc. En ook daar is het een beetje versierd. Ook hier is het al een beetje versierd. Ja, daar een tak. Daar voor het raam. En hier ook. Maar ook de wc-hek wat hangen. Nou, dan kan ik die gelijk weer mee terugnemen. Meneer eet niet. Nadat hij zin in wat heeft. Tuut, achteruit gaan de verkeer. Zo. Achteruit gaan de verkeer. Die is weer dicht. Zo. Dan zullen we die ook even weer meenemen. Tuut. Kan Rijka, even weg. Waarom moet jij niet eten, mannetje? Nee? Draai je kopje alweer ervoor rond. Nee? Draai jij je kopje er alweer voor om? Nou ja, in ieder geval, ik ga even de deur uit en dan komt het allemaal wel weer goed. Ik zou zeggen, tot later, zijn hoofd vol goede moed. Doei! Ja, lieve vrienden, ik ben druk bezig, zoals jullie allicht weten. Ik zal eerst eventjes, het licht is aan, ook dat nog. Maar ja, dat hadden jullie al gezien. Het kan ook aan, uiteraard kan het aan. Ik heb hier een knippertje, die doe ik eerst aan. Dat zijn die lampjes, dan moet ik de AB hebben. Oh, doet die het niet? Welke is dat dan? Is dat die? Even koeken. Ja. Ja, dan is het raam ook vooraan. Althans, dat is eigenlijk voor, maar het is mijn keukenraam, ik noem dat voor. En ook mijn komeet, die doet het natuurlijk weer, hè. Ja, die lichtstreng doet het ook. Die kan ik ook aandoen, maar nu nog even niet, want ik moet daar nog een slinger langs doen. Die is ook klaar, die tak. Zoals jullie hier zien. Die tak heb ik ook versierd, zit ook balletjes in en nog een slinger extra. Een vogeltje er bovenop. Ja, daar. Ja, balletjes in de slingers hier en daar. En ik had hier ook een vogeltje op. Enkel ik zag niet hoe ik het deed. Ik moet hem aan deze kant er even op doen. En daar met die witte staart.
Nou, dan zal ik de trap even voor veranderen. De tafel is nog een dikke bende. Ja, ik heb ook pauze gehouden. Ik heb even een film gekeken tussendoor. Dus ja, ik heb nog troep daar. Ik heb hier nog. Dus ja, ik ben er nog lang niet. Nee. Dus ik ga een bakje koffie maken. En terwijl mijn koffie koud wordt, ga ik die even een slinger omheen zien te wikkelen. Tenminste, koud wordt. Zodanig dat het te drinken is. Ja, 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 ja. En waar ligt onze Elwing? Die ligt in de mand. De oogjes zijn groen, geel. Kom door het licht. Hé, meis? Ja, daar heeft die dame ook last van. En Kandalf, die is boven. Die was stronvervelend. Die wilde maar uit, maar het is donker. En dan mag die er niet meer uit. En het is slecht weer. En we krijgen nog meer slecht weer. Ja. Dus ja, ik ga nog een lekker bakje koffie doen. Hé, Rijka? Rijka? En die denkt ook, mens, bekijk eens, ik ben met mezelf bezig. Oh, toch wel? Grote meid. Ja. Nou, oké, lieve vrienden, ik sluit gelijk weer af. Dat is weer een twee vloggen. Twee keer gefilmd, twee keer de camera gepakt. Dus ja, ik kan er ook niks aan doen. Nee. Als je aan het werk bent, dan vergeet je nog wel eens wat. Ja, dan kun je de camera wel aandoen, maar dan vergeet je hem weer uit te doen. Weet je, dan raakt hij vol. Moet ook maar niet. Mooi, hè, die engeltjes. Ja, hè? Deze heeft het ook gedaan, maar die doet het niet meer. Mijn mannetje had mijn batterij gemaakt, maar dan geeft hij zo weinig licht. Ja, en dan behoort dat licht te geven. Ik geloof dat hier ook licht in zit, dat weet ik niet eens niet zeker. Maar dit behoort licht te geven. Nou, leuk toch? Maar ja, die had ik ooit van mijn pleegbroer gekregen. Maar ja, de stroom ging kapot en je kon geen nieuwe adapter erbij krijgen voor die wattage. Dus heeft mijn man hem omgebouwd totdat hij een batterij kon. Nou, hartstikke lief. Ik kan altijd nog een batterijtje in doen. Moet een platte nemen, zo'n kleintje. Dus ja, twee engeltjes. Eentje is van mijn pleegbroer geweest. Welke weet ik niet. Want ze zijn allebei in die antiek. Ja, hier heeft ook verlichting in gezeten. Ja, heeft ook verlichting in gezeten. Nou, en daar zit een sensor in. Maar ik geloof dat de batterij eruit is. Er moet nog een nieuwe batterij in, maar dat komt ook nog wel. Nou, die had ik altijd in de keuken staan, die kerstboom. Maar ik ben één piramide, die was helemaal kapot, dus die deed het niet meer. Mijn man die kon er altijd nieuwe verlichting in doen. Nou, dat kan ik allemaal niet, dat gepiel eruit. Oh, je hou alsjeblieft op. Dus ik heb er nog maar één. Die andere die stond hier, in deze hoek. En er stond de bom meer verspreid. Ik denk, nou, ik doe het nou eens een keer anders dan anders. En die komeet, die is ook al jaren oud. Ja. Dus ja, ik ben er gewoon weer blij mee dat ik het toch weer tot zover heb. Die bel, dus, ja, wie kent hem niet? Een trekbel, hè? Maar ik zal me niet trekken, want dan voor mijn lamp. Ja, dat doen we me niet. Ik doe dat in mijn twee handen. Deze heb ik nog van mijn ouders ook ooit gehad. Ja, behoort eigenlijk gelijk te hangen. Maar ja, als het ooit eens kapot gaat, dat draad, dan moet je dat allemaal vervangen. En ja, je bent nooit niet even hoog. Maar ja, doet er niet toe. Ik moet mijn slee nog hebben die bij dat hertje hoort. Heb ik ook tot op heden nog niet gevonden. Die hangt altijd aan deze kant. Maar ja, helaas, pindakaas. Hé? Ben je al allemaal aan het doen? Snuffelaarster. Hé? Wat ben je allemaal aan het doen, meisje? Ja, dat is een tas. Die is momenteel leeg. Maar het mag lekker nog niet weg. Nee. Afblijven. Mallet. Mijn hondje. Ja, vrouwtje gaat koffie maken. En even pauze houden. En dan gaan we eventjes, denk ik, langzamerhand lopen. Ja. Oké.
Nou, oké, lieve vrienden, ik zou zeggen een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. Met het blik op Elwing. En die komt er ook even bij om te kijken. Hé, schat? Nee, ja. Hé? Wat voor dikkie. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. En ik zou zeggen, tot aan de andere kant van de nacht. Ik denk, waar zal ik nou even op schijnen? Maar ja. Ja, ik had ook een sapje gehad. Zien jullie goed. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Doei doei!